Welkom vanuit het Stadstheater in Zoetermeer. En hier zijn we natuurlijk niet zomaar, want deze uitzending van Kek staat helemaal in het teken van Zoetermeer. Ja, want we geven je allerlei tips over voorstellingen die hier komend theaterseizoen te zien zijn. Nou, Tialda, die is natuurlijk weer naar een lekker restaurant geweest en ik praat je bij over de nieuwste films. Komend theaterseizoen lijkt misschien ver weg, maar het programmaboekje van het Stadstheater is al uit. Dus je kunt gewoon het beste gaan reserveren, want veel voorstellingen zijn ook al snel uitverkocht. Ja, nou de eerste tip die wij voor je hebben, dat is Wibi Suryali. Ja, jij bent bij hem thuis geweest, ja. Hè? En hoe was dat? Erg bijzonder. Dat ga je zien. Ik word al geïnteresseerd. Hey, fantastisch dat ik even bij jou inderdaad mag kijken hier. Want ja, over dit huis natuurlijk een hoop te doen. Een hoop mensen. Ga je daarheen, naar dat fantastische landgoed? Ja. Maar ik weet er nog niet zoveel vanaf. Tenminste, ik heb het nog nooit van binnen gezien. Dus... Nou, kijk, dit is, dit is het huis. Dit is het huis. Ja. De hal is echt precies zoals ik ben, dus zeg maar, of dit huis, zeg maar. Dus echt zo van heel klassiek, ja. Romantiek, dat vind ik een mooie tijd. Ja. En de vleugel natuurlijk, maar dan ook wat Disney spulletjes, omdat het ook bij mij hoort. Dus ik geef dus zelf concerten voor een klein publiek en dat doe ik hier. Is het alsof ik een concertkaartje koop en dan kom ik bij jou binnen en ga ik zitten? Ja, wow. ja. Dus dat is gewoon, ja, dichterbij kan eigenlijk niet. Ja, ja. Dus je zit gewoon, en dan leg ik ook wat uit en dan ja, zit je gewoon, je zit bijna in de vleugel. Je zit gewoon bijna naast me eigenlijk. Dus ja. dat is gewoon een hele andere manier om de muziek te beleven. Als je in Zoetermeer staat is het toch net even iets anders, ja, hè? Ja, anders. En dit is de schermkamer. Schermkamer? Ik ben helemaal gek op schermen. Echt helemaal bezeten daarvan. Wat een ontzettend coole hobby's heb jij. Daarnaast. Dat is natuurlijk ook leuk. Star Wars. Star Wars, precies. Ja. Wow! Dit is de Disney-kamer. Wow! Ja. Ben je alleen een Disney-filmfan of heb je echt meer? Nee, echt gewoon alles. Ik heb hier... Kijk, de collectie. Nou, het wordt weer een soort Crips nu. Nee, staat een gedeelte hoor. Dus de meeste staat in de andere. Dit is ongeveer een kwart. Wat ga je nu precies spelen? Is dat iets wat uit de voorstelling komt? Ja, dat is wel iets heel bijzonders. Ik heb een transcriptie gemaakt op een soundtrack. Pirates of the Caribbean, He is a Pirate. Maar dan met één hand. En dan niet mijn rechterhand, maar mijn linkerhand. Dus dan ga ik met mijn linkerhand alleen spelen. Dus de hele orkest en alles ga ik allemaal in één hand spelen. Ja. Dat is een kort stuk. Het is maar een kort stukje, want anders word ik schizofreen. Op 14 oktober is Wibi Suryali te zien in het Stadstheater in Zoetermeer. Wil je vrijkaarten winnen voor dit concert? Blijf dan kijken naar Kek. Het theater, dat is het natuurlijk voor cabaret of concerten, maar het is ook leuk om een keer naar een dansvoorstelling toe te gaan. 30 november staat hier de dansvoorstelling Blaze, een street dance show voor alle leeftijden met bijzondere special effecten. Ja, nou, special effects, inderdaad. Ik had bijvoorbeeld nog nooit een Nintendo-spel in een dansvoorstelling gezien. Kek ging backstage en sprak met een van de danseressen. Blaze is een echte dansshow, maar... Het is zeg maar gemengd met alle moderne technieken van deze tijd. Dus videoprojecties, licht, natuurlijk ook kostuums en ja, natuurlijk de dans. En dat allemaal wordt één geheel. Weet je wel, het is één groot speelplaats, één grote speelplaats waar we zoveel mee kunnen. En als je in het publiek zit, volgens mij 80 minuten lang komen alleen maar dingen op je af. Je kan niet stilzitten volgens mij. Dus het is een hele rush, een echte rush is het. We gaan nu backstage op het toneel op, dus kom mee. Dat is Tommy, de finaliste van So You Think You Can Dance uit Londen. Hier is de quick change ruimte. Dus hier, als we een nummer hebben gedaan en we moeten een ander kostuum aantrekken, rennen we snel hier naartoe om snel zeg maar, een ander kostuum aan te trekken. Het ziet eruit alsof het allemaal heel los op elkaar staat. Ja, nee, maar het is niet los. Maar het is de bedoeling dat het zeg maar één grote bende is. Aan het begin zitten er ook allemaal kleren erop, weet je wel. Je moet zeg maar een soort tienerkamer voorstellen.
Dus een bende. En daar is een trampoline. Dus dan kan je van de ene naar de andere kant op springen. Hier, dit zijn deuren. Daar komen we uit. En ik kom uit deze tv. Komt deze muziek je bekend voor? Dit is het melodietje van de Wii. Ja, dat klopt. Dat is een choreografie van Mike Song. En ik denk, volgens mij werd hij geïnspireerd toen hij een spel aan het spelen was of zo. En het ziet er gewoon heel tof uit. We hebben glow-in-the-dark handschoenen aan. En met van die brillen, weet je wel. En we zien er ook uit echt als gamepoppetjes. Voor het vakantiegevoel naar het theater, dat kan natuurlijk ook. Want op 23 februari staat hier de band Alderliefste. Ja, en Alderliefste, het is nou niet dat het echt ontzettend aardige gasten... Nee, het zijn wel aardige gasten. Ja, het zijn wel heel aardig. Maar hij heet echt Gerard Alderliefste. En het meeste is hij bekend geworden door de samenwerking en de vriendschap met Ramse Shaffy. Sterker nog, hij heeft zelfs zijn eigen zoon Sammy genoemd. Naar het nummer Sammy kijk omhoog van Ramses natuurlijk. Ja, en Tiana zocht hem op. En dat was een dingetje gaande. Volgens mij is hij wel een behoorlijke chameur. Ja, het type. Alderliefste ontmoette Ramses in een café in Amsterdam. Ze speelden daar elke zondagmiddag en via via hadden ze Ramses gevraagd of hij een keer wilde komen kijken. Dat deed hij en hij zong zelfs mee achter de piano. In 2005 vroeg de band hem voor de single Laat Me Vivre. Wat betekende hij nou voor jou? Soms was hij als een vader voor je, als hij zei hoe je moest zingen. Ja. Maar soms wat legde hij die dan uit aan jou? Ja, nou, als ik hem een compliment gaf van wat deed je dat een mooi Ramses, dan zei hij, ach, je moet het even menen. Echt die tekst voelen, elk woord. En daar was Shaffy onevenaarbaar goed in. Ja. En dan was hij een soort vader. Maar op een moment was het je opa die je ophaalde in het bejaardenhuis. Het heeft toch een kleine 5 jaar geduurd en in het begin dan... Ben je inderdaad heel verrast. Ik zit hier gewoon naast Ramse Shaffy en dan op de duur wordt het gewoon een vriend eigenlijk. En nog even, hoe kom je aan die voorliefde voor het Frans? Voor Frankrijk? Nou, bij mij begon het echt in vakanties. Als jonge jongen, 15, eerste gitaarlessen in je zak. En dan, als dan een meisje zegt tegen je, Gérard, joue Hotel California, dan... Begint wel een liefde voor Frans. Ja. Dat kan me voorstellen, ja. Ja, heerlijk. Maar wat zegt ze dan eigenlijk? Naar een hotel gaan, toch? Nee, dus, Gerard, wil je Hotel California spelen? Oh, ik dacht hotel. Ik denk, dit is zo letterlijk. Ik denk, nou, dan gaat het hart, ja. Ja. Met een liefde voor Frans. Straks in Kek, Guido Weijers. Alle deuren zijn dicht. Nou, oké, tot zo. En eten aan de Zoetermeerse plas. Oranje Boven is een hilarische comedy die zich afspeelt in de personeelsvertrekken in de kelders van het Koninklijke Paleis. Acteur John van Eert speelt de butler en zwaait de scepter. Na de bekende film is er dan nu de musical, The Blues Brothers. De mannen steken zich natuurlijk weer in een zwart pak met bijpassende smalle stropdas en de zonnebril. Lisbeth List vertelt en zingt in de voorstelling Intiem over de hoogtepunten en dieptepunten in haar leven. Op 15 oktober kun je daar naartoe. Voor Kek zijn we altijd op zoek naar leuke en bijzondere restaurants. En dat is altijd Tialda's favoriete rubriek. Ja, dat kan je wel zo zeggen, ja. Nou, de keuze is natuurlijk reuze hier in Zoetermeer. Je hebt allemaal tentjes in en rondom het stadshart. Maar ik heb gekozen voor een wat meer landelijker plekje aan de Zoetermeerse plas. Op deze A-locatie ligt restaurant Azicht. En voor Zoetermeerders is het een bekend plekje, want het ligt midden in het recreatiegebied Noord-A en direct aan de Zoetermeerse plas. Hey baby, Mrs. Cole. Het restaurant zit in Zoetermeer en heeft een Hollandse keuken. Met mooi weer krijg je in het restaurant een vakantiegevoel. De bezoekers geven de zaak een gemiddelde beoordeling van een 6,6. You should have hooked me. Wat is jullie specialiteit?
Ja, ik denk dat onze grootste specialiteit toch een aantal dingen is die we helemaal zelf doen. Ja. Dat is onder andere sauzen en de verschillende soorten saté die we verkopen. Marineren we allemaal zelf en doen we gewoon helemaal zelf. De specialiteit van de chef, de oshaassaté met dus een beruchte marinade. En de saté saus natuurlijk en teriyaki saus. Tijd om te proeven. Heel mals. Nou, na de saté heb ik nog even een kopje thee genomen. En daar heb ik bij gekregen een Zoetermeers AA water. En dat is vergelijkbaar met een soort van Baileys. Dus het is een roomlikeur met alcohol natuurlijk. Niet verkeerd zo 's middags. De locatie van het restaurant is wel echt uniek, aan de Zoetermeerse plas dus. En in het recreatiegebied hieromheen kun je van alles gaan ondernemen. Je kunt gaan fietsen of je kunt gaan zwemmen in de plas. Maar je kunt ook gaan wandelen, want op de site van het restaurant kun je een wandelroute uitprinten van 10 kilometer. Dus je moet wel even de tijd hebben. En na de wandeling kun je dan hier weer terecht voor een welverdiend kopje koffie, een lunch of een diner. En het restaurant is trouwens elke dag geopend van 10 tot 10. Meer weten over dit restaurant? Kijk op westonline.nl/kek. We hebben ons inmiddels verplaatst naar de boerderij, de poeptempel van Zoetermeer. En daar hebben we straks een aantal uittips voor, maar eerst de filmtips. Ja, want in de zomer komen er altijd zoveel grote titels uit. En de kaskraker die vandaag in de bioscoop draait, dat is Toy Story deel 3. En in de Utopolis bioscoop, hier in Zoetermeer, is die zelf te zien in 3D. Andy's going to college. Can you believe it? Mom, I'm not leaving till Friday. What are you going to do with these old toys? New toys! I'm going to get played with! My nose. There it is. Here's your arm. Give me that. That's Honey, mine. The mustache. We're busting out of here. On three. One. Three. Whoa. To infinity. And beyond. To reset your Buzz Lightyear, insert paperclip. Rex, use your finger. Did you fix Buzz? Bitácora espacial. Straks in Kek. Daniel Lohuus, vrijkaarten voor Bibi Soriadi en Harry Glotsbach. Kedekke ding, kedekke ding. De echte rockers van de dijk kunnen natuurlijk niet ontbreken in de poptempel van Zoetermeer. Op 28 november treden de heren op in de boerderij. De Belgisch-Nederlandse formatie Gare du Nord maakt een zwoele mix van blues, jazz, versierd met groove en dance. Op 16 oktober te zien in de boerderij. Sinds het winnen van het Leids Cabaret Festival is Javier Guzman niet meer weg te denken uit de Nederlandse cabaretwereld. Zijn nieuwe voorstelling heet Oorverdovend en dat is alweer zijn 5e programma. Er was dus een reclame op tv en daar zat een zin in en die werd daarna zo ontzettend veel gebruikt en die ging van... Dit is gewoon een raar met een raar van ik mijn visie. Of kedengedeng, kedengedeng, hoe hoe. Of kon ik maar even bij je zijn? Nou, je doet het erg goed trouwens. En als je de reclame hebt gezien, dan weet je ongetwijfeld waar we het over hebben. De acteur heet Harry Glotsbach en hij is ook nog eens een talentvolle cabaretier. Hoi jongen. Hey buddy. Ik heb een nieuw nummer voor je. We gaan gelijk beginnen. Een beetje verliefd? Ik dacht een beetje verliefd. Het voelt een beetje als een wijvennummer dit. Ik vind het niks. Hey buddy, dit wordt hem. Kon ik maar even bij... Even bij je zijn, veel pijn. Dat is echt ruimel en rij van het niveau Likbevissie, man. Kedekke ding, kedekke ding. Oehoe. Hoe lang geleden is het al dat die commercial was? Nou, het is alweer anderhalf jaar geleden dat hij voor het laatst vertoond, denk ik. Maar hij komt steeds weer terug in allerlei programma's. Ze vinden hem leuk en dan doen ze hem, dan is hij weer de 25 beste commercials alle tijden, staat hij weer. Ja. Was vorige week ook weer een programma, daar zat hij ook weer in. Was de 25 leukste typetjes alle tijden. Zat jij ook weer? Zat ik bij. Ja. Stichting Biesbosch Beverbelang, die hebben Dinant Woesthof benaderd van Kane om een nummer te schrijven voor de bever, zodat het beestje weer overlevingskansen heeft.
Dinant Woesthof, Fight for the Beaver. Onze Hage Dinant, daar ben je ook heel goed in. Ja. Nee, die krijgen wel een redelijke veeg de pan in mijn show. Ja. Nee, de fantastische band, zanger, weet ik veel. Ik doe gewoon een parodie op hem. Hij is een bekende Nederlander. Ja, dan word je geparodieerd. Ja. Weet je, ik vind het wel op een leuke manier. Ja. Eigenlijk gaat het over goede doelen. Dat stukje. En goede doelen hebben altijd een BN'er. Mm-hmm. Weet je, en dan denk ik altijd bij het motief van die BN'ers van ja, doen ze dat nou voor het goede doel? Of doen ze dat nou om zelf toch even in de picture te komen? En dat laatste, daar verdenk ik toch wel een heel aantal mensen van. En dit is een soort parodie daarop. Maar dan met Dinant Woesthof die er dan opkomt voor de rechten van de bevers in de Biesbos. We all got to fight for the beaver. Everything is wrong. They're almost gone. That's a real big loss for our Biesbos. Toon Hermans deed het vroeger, Joep van Teck heeft het vaker gedaan, maar tegenwoordig is Guido Weijers erg populair met zijn oudejaarsconferentie. Ja, want in januari staat hij in het Stadstheater in Zoetermeer met zijn voorstelling Accestos. En wij blikken terug op het moment dat wij bij hem achter de schermen waren. Ik sta voor. Alle deuren zijn dicht. Nou, oké, tot zo. Op het podium ben ik het meest mezelf, denk ik. Zodra ik het podium oploop, ben ik los. Dan heb ik misschien wel minder remmingen dan naast het podium. Ja. Dadelijk nog even mijn zender checken. Even omkleden. En er is nog iets dat Guido stevast doet voordat hij het podium opgaat. Mijn tanden poetsen. Ja? Ja, slaat nergens op, want het publiek zit hartstikke ver weg. Maar toch op een of andere manier vind ik het op. En een kopje thee drinken. Mijn stem is ook... nu ook. Hij kraakt een beetje. Wat vindt Guido Weijers ervan dat er over hem gesproken wordt als die schele cabaretier? Nou weet je, ik ben vandaag pas 3 jaar ongeveer van bewust dat mensen mij zo noemen. Ik dacht namelijk altijd, ik ben een van de weinigen die geen gebrek heeft. Jan Jaap heeft een hazenlip, Jochem Meijer heeft ADHD, Najib Amhali is die Marokkaan uit de Jordaan. Dus iedereen heeft iets en ik heb eigenlijk, ik heb eigenlijk niks. En sinds 3 jaar denk ik zo, oh ja, ik kijk natuurlijk zelf niet helemaal recht. En het is een voordeel, want als mensen je nog niet kennen, kunnen ze toch over je praten. Ja, dat is die schelen. En iedereen weet meteen over wie je het hebt. Guido Weijers is met zijn voorstelling Accestos te zien in het Stadstheater op 26 en 27 januari. Een tijdje geleden zocht jij Daniel Lohuis op en ik moet zeggen, ik had hem eens een keer eerder gezien in het voorprogramma van De Dijk. Toen nog trouwens met Skik. En als je die gozer eenmaal hebt zien optreden, dan je vergeet hem ook gewoon niet meer. Nee, dat gevoel had ik ook. En ik zocht hem op in de kleedkamer van een theater en daar gaf hij een privéconcert. En hij sprak heel open over zijn liefde voor gitaren, bomen en ganzen. Is dit ook een bijzondere? Dit is wel bijzonder. Ja. Deze hing in een winkel in Seattle. En tussen allerlei andere Gibsons. En die probeerde ik allemaal. En het was allemaal ting, ting. Oh, mooi. En ik pakte deze en het was echt... Ik denk, yo. Dat dus, is hem. Ja. Ik zie jou vaak ook onder een boom zitten, viel mij op. Ik weet niet, wat gebeurt daar toch in dat Drenthe? Ik zit graag onder een boom, dat klopt. Ja. Bomen zijn wat dat betreft zijn oké. Okay, ja. Ik vind bomen mooi. Oké. Okay. maar ook de stilte. Hè? Kijk, ik ben nou net weer een paar dagen on the road geweest. Een paar dagen in Amsterdam geslapen, Antwerpen. En kom ik nou net vandaan. En nou weer hier. En ik verlang nu alweer naar de stilte. Als het helemaal stil is. En zo stil bij mij thuis en dan trek ik zelfs de koelkast er nog uit, zodat het echt stil is. En dan in die stilte, komen er weer allerlei andere dingetjes omhoog. En daar ga ik luisteren in mijn eigen hoofd van, wat gebeurt er eigenlijk? Nou, dan ga ik dat opschrijven. Of... Kom nou maar naar huis en vind hier rust.
met zo uit nu wil, maar het blijft een nest. Ik speelde orgel in de kerk vroeger en ik was altijd in de weer met muziek en met ganzen. Ik ben grote vrienden met ganzen. Iedereen is bang voor ganzen en ik ben niet. Ik vind ze zo lief en mooi, ik vind ze aardig. Ze vinden mij aardig. Dus, vreemde ganzen groeten mij zelfs, ze knipogen altijd. Eerst met het andere ooglid, hè. Zo. Ja, dat zie je gewoon als groet. Ja, toch. Als je dus gans zo doet, die knikt een keer zo. Goeiedag, ganzen. En ik heb ze ook altijd in de gaten, weet je wel. Want iedereen, ook in die stadse ganzen, als je ergens in de stad bent bij zo'n single of zo. En dan lopen van die ganzen, iedereen, eng zeg. Ja. En ik zeg van, jongen, zeg, die ganzen, ik stel ze altijd gerust van, ze weten niet beter. Je hebt nou toch een nacht. Beer en huid verkocht. Ik begreep wel wat je let. Alle voorstellingen die we in deze uitzending hebben laten zien, kun je terugvinden in het programmaboekje van het Stadstheater. En hoe je die kunt aanvragen, dat vind je op onze site. Ja, of misschien wil je wel een goede film gaan bekijken in Utopolis of naar een concert hier in de boerderij. Alle informatie kun je vinden bij ons op de site westonline.nl. KEK verloopt vrijkaarten voor het concert van Bibi Suryadi op 14 oktober in het Stadstheater in Zoetermeer. Wil je ze winnen? Stuur dan een mail naar KEK en maak kans. Dit was de laatste KEK van dit seizoen. Na de zomer zijn we weer terug met nieuwe uitzendingen van KEK. Een fijne zomer.